Wat hebben we hier een super, supreme tijd gehad. Een goedemorgen. Mijn Frans is niet al te best. Ik zeg altijd, ik ken Frans wel, maar Frans kent mij niet. En daarmee is alles gezegd eigenlijk. Goed, Frans, ik kan het wel begrijpen. Ik kan ook wel een klein woordje spreken. Maar het schrijven, daar ben ik dan weer minder goed in. En bijvoorbeeld, waar ik ook altijd problemen mee heb, is un en une. En je hebt dus mannelijke woorden en vrouwelijke woorden. In het Nederlands kan je het niet helemaal vergelijken, maar daar heb je ook die en dat. He, je hebt woorden waarvan je ervoor die kan zeggen en je hebt woorden dat. En ik ben geboren in het Gentse. En wie ook in het geboren in het Gentse, die weet dat ze andere die en dat woorden gebruiken. Ja, dat is iets wat je enkel maar kan begrijpen als je ook in het Gentse woont. Die en dat in het Gentse, wij kunnen dat niet. En volgens mij heb je bepaalde plaatsen in Nederland waar dat die en dat ook bij bepaalde andere woorden wordt omgedraaid. Dat is een groot probleem, want bijvoorbeeld bij een dicté, een Nederlandse taal, of je moet iets vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands, ik schreef die en dat altijd omgedraaid. En er is daar iemand ooit een keer heel kwaad op mij geweest. Ik werkte ook bij de radio. En er was dan iemand, niet uit het Gentse, die verstond dat niet. Die zei van, allee jong, die en dat, je draait dat altijd om. Dat is heel vervelend om naar te luisteren. Vooral als je weet dat het andersom moet zijn. Maar ja, toen heb ik gezegd van ja, sorry, ik kan dat echt niet aan doen. En dan was er een collega uit het Gentse en die had precies hetzelfde probleem. En die zei van, moet je daar niets van aantrekken. Mensen die horen dat wel, maar die tillen daar ook niet zo zwaar aan. Dus ja, de en het, dat is in België ook zo een beetje een probleem. Maar daar heb ik geen probleem mee. Het is met die en dat. Ik hoor niet wat correct is. Misschien herkennen sommige mensen dit wel. Ik zie er een beetje rood uit, hè. Ja, het is al alle dagen mooi weer geweest. Onze kleine Jules zit hier te roefelen in het afval. Maar jongen toch, dat moeten wij zo meteen weggooien. Dat is voor de vuilnisbak. Dat is nu niet voor nu. Nee, daar mag je nu niet mee spelen. Hè? Ik heb er wel mee. Kijk, het staat hier allemaal klaar. We moeten nog enkel nog Jules nog even verschonen. En dan alles in de auto laden. En dan zijn we rond, hè. We zijn er mee weg. Doei! Bye. Ik weet niet hoe het komt, maar we krijgen iedere vakantie, als we het vergeten zijn tenminste, de vraag in welke cottage of welke hotelkamer of wat dan, waar we ook verbleven hebben, willen mensen precies altijd weten wat nummer dat was. Misschien komt dat wel omdat ze zeggen, oh, ik wil datzelfde huisje, dan weet ik, allee, dan zie ik, dan, zoals ik het heb gezien in de video's, dan ben ik zeker dat er ook allemaal is zoals wij het hebben hier gehad. Wel, dit is de nummer. 2432. Ik weet niet of je het kan doorgeven als je hier een boeking maakt bij Village Nature of Village Nature Paris. Maar als je het zou willen, kan je misschien wel doorgeven van kijk, ik wil in dit nummertje zitten. Het is trouwens een premium cottage waar we verbleven hebben. En ik trek nu de deur. Is het goed? Ja. Permanent dicht. Voilà, de kuiszak die staat hier al klaar. Dus de poetsvrouwen die kunnen zo meteen aan de slag gaan. De mousekeeping, zoals ze dat in Disney World noemen. In plaats van housekeeping. Ik ben hier ook nu de mouse mom geworden. Ja, kijk, als je zelf een beetje de wind mee hebt, dan lijkt het zelf alsof dat jouw kop. Wacht, hou een keer vast. Alsof dat jouw kop van Mickey Mouse is. Voilà, ze. Hi Paul, welkom. We hebben nu trouwens terug opnieuw en onze kinderwagen gedaan. Ja. Omdat we bang zijn als we hem nu in de auto steken en er zit heel veel zon op, dat dan wel gaat springen. Ja, springen of gewoon krimpen, hè, van de warmte om de duur gaat dat krimpen zo. Hè. Als kind heb ik ook zo'n ballon gehad en ik weet nog dat die heel lang in mijn kamer heeft blijven hangen zo. De lucht ging er iedere dag wel een beetje meer uit en in een warmere locatie gaat dat nog sneller. Allee, dus eigenlijk sowieso zeker binnenkort bij ons. Ja. Maar wij hebben geen airco of zo, of wij hebben ook een redelijk slecht geïsoleerd huis. Dus in de winter is het zeer koud en in de zomer is het zeer warm, wat dus die ballon niet ten goede zal komen. Nee. Maar goed, we hebben er plezier aan gehad. Allee, Jules vooral. Iedere keer als hij hem zag, moest hij weer lachen en hij heeft er ook al zo'n paar keer op zitten tokken en doen. Hij we zullen een keer kijken wat hij nog altijd leuk vindt. Kijk eens. Vind je hem nog leuk, de ballon? Ja? Heel leuk. Wil je mij zaaien? Doe eens. Ja, Mickey!
Het is een leuke, hè? Hallo. Oh. Ah. Hangt hij weer bij mama? Eerlijk is eerlijk, ik had niet gedacht dat het allemaal zo smooth en leuk ging verlopen. In mijn hoofd was altijd, ja, Disneyland en zo, dat is allemaal wel leuk. Tot wanneer dat je kinderen krijgt, want dan ben je de slaaf van je kinderen en kan je niet dat park optimaal beleven zoals het zou moeten. Maar eigenlijk is dat niet waar. Disneyland Parijs is er op de een of andere manier in geslaagd om je een perfecte beleving te geven. Ook dit park als rustplaats eigenlijk, zeg maar, zal ik het maar noemen, ja, is ideaal. We hebben hier nu een midweekje gelogeerd en dat was eigenlijk perfect. Ik ben helemaal ontspannen geraakt. Het doet hier zoveel goeds. Die vogeltjes die je hoort, je zit hier niet in de drukte. Al dat groen dat je hier hebt. Een heerlijk zwembad. Je kan hier tot rust komen. En dat is misschien ook wel net wat je zoekt na zo'n een drukke pretparkdag eigenlijk. Dus dat zorgt ervoor dat wij helemaal ontspannen kunnen terugkeren naar huis. Maar gaan we nog niet helemaal doen. Hebben we de picknick bij? Yes, picknick mee. We hebben een picknickje gemaakt, dus we hebben niet geontbeten in ons cottage. Nee. Maar we gaan het nuttigen, yes, hier ergens op een mooi plaatsje. En ja, genieten van onze laatste zonnestraaltjes hier op het park, hè? Yes, goed idee. Kom maar, mama. We gaan eens een plekje uitzoeken, hè? Een van de picknickspots is aan het strand. Hier op het park. Ja, in de zomer is dat open, nu niet. Het zou open kunnen zijn, het is heel erg weer voor, maar ze doen het enkel maar open denk ik in het seizoen, wanneer het zomer is dus. Nu is het nog, misschien toch ook nog wat net wat te fris om al in bikini hier op het strand te liggen. Het zou kunnen hoor, maar doe het niet. En hier gaan we wat picknicken ze, in het gras, daar kan Jules ook een beetje spelen. Ja, ja, wat is zeg. Tjol hè. Tjol. Ting ting. Lekker hier achter het glas. Zo, je hebt hier een bij de boerderijpje, een cafeetje. Waar we gisteren ook al. Toen waren ze nog open, net aan het sluiten. Dus dan hebben we niet meer een koffietje kunnen drinken. Maar nu dus wel. We zijn op tijd. Ja, eigenlijk is het wel leuk. Je hebt hier ook nog een binnenspeeltuin. Een hele grote, hierachter. En ook buiten staan een paar speeltuigen. Dat is heel fijn allemaal, hè. Jules is er nog net iets te jong voor, maar dat gaat allemaal nog wel komen. Ja, en zo'n koffietje na zo'n picknick, dat doet eigenlijk ook nog wel eens deugd, hè? Ja. En mama, heb je daar echt van te genieten, hè? Lang geleden. Een latteetje? Ja. Ik zie 3 koetjes. Ja. Het is een speeltuin gemaakt voor Good Life eigenlijk, hè? Ja. Leuke YouTube-kanaal. Hier moeten ze zeker eens naartoe komen, denk ik. Denk het ook. Ja. Hoe vond je het, Jules? Ook leuk, hè? De eerste keer op de speeltuin. Op de koe. Op de koe. Ja, op de hobbelkoe. Ja. De springweerkoe. Oh, wat leuk. Vond je het leuk? We hebben echt alles gedaan hiermee. Ja. Hè? Het is weer tijd om terug te keren, ja, naar België. Oh. Ja. Dat is wel jammer, hè? We gaan terug naar de auto, de buggy inladen. En vertrekken. En onze terugweg inzetten. Yes. Hè? Jee, vond jij het niet leuk? Jee. Wacht, we gaan hem nog één keer omhoog steken, zo. Ja. Vond jij het leuk? 3, 2, 1. Joe. 3, 2, 1. Joe. Niet doen, schatje. Dat is een beetje eng. Dat is een beetje eng. Mama vindt dat een beetje eng, hè. En dan gaan wij zo. Zo terug naar de auto. Ja, het is eigenlijk zonde om hier te vertrekken, hoor. Ik heb nog nooit zo'n drang gehad om eigenlijk niet te willen vertrekken. Zo mooi weer, het heeft echt met het weer te maken ook wel. Prachtig mooi park. Ja. Oh jongens, toch zalig. En wel, ik denk dat dit nu de warmste dag is van heel het verblijf. Dat kan kunnen, ja. Maar ja jong, korte broek, t-shirt, ik heb het nog warm. En vooral, we hebben net gekeken in de weerapp. De komende dagen wordt het hier regen, hè. Ze hebben echt wel heel veel geluk. We hebben heel veel geluk. Ja. Ja, we mogen daar enorm dankbaar voor zijn. Dus dank u wel aan de weergoden hierboven, als ze zouden bestaan, voor ons hier zo mooi weer te geven. Ja. Ja. Maar we moeten toch een keer terugkeren, hè. We keren terug in onze oude getrouwde Peugeot-vriend. Die heeft ons al heel ver gebracht, langs alle kanten. En nu ook weer terug naar België, als dat goed is. Onderweg zouden we toch nog een keer moeten stoppen in een of ander Frans dorpje om wat te eten. En dat kan natuurlijk niet zonder dat we eventjes de maagjes vullen en dat we ook Jules nog eventjes nog eens verschonen en ook nog wat bijvoeden. Hè. We hebben alle tijd vandaag, dus maakt niet uit. We zitten intussen al een uurtje en een half verder, denk ik.
Julieke en ik, wij zitten samen in de auto. Ik ga het een beetje zo doen, want het is een beetje zonnig, zegt. Jano is nu eventjes in de supermarkt hier in Frankrijk om te gaan kijken voor iets nog te lunchen. Want we vonden niet meer echt een restaurant die nog open was nu. Zijn vrij laat, ik denk dat het bijna 3 uur is ofzo, of zelfs 3:30. En we vonden niet meer echt direct een restaurant die nog open was. Dus Jano zei van, kijk, ik ga even hier kijken hier in de supermarkt of ik iets kan vinden. Wacht jullie eventjes in de auto, hè? Want ja, anders zit dit natuurlijk dus nog wel in de auto. Dus het is niet echt zo heel veilig om dan de auto achter te gaan laten of zo. Dus daarom maar op deze manier, hè? Wij amuseren ons hier wel, liefje. We hebben hier een hele constructie gemaakt, hè? We hebben hier een hele doek gehangen zodat jij niet in de zon zit. Hier, je balletje. Niet aan onze constructie duwen, hè? Of trekken, hè? Poep, poep. Poep, 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 poep. Ga je toet, toet doen zo. Kijk, niet vertellen papa, wat heb ik gedaan zo. Echt hè, zo. Oh, Julieke. Hoe heb je dat gedaan? Tjie. En nog eens duwen. Ga je duwen? Zo, kijk zo. Oeh. Leuk hè? Terug aangekomen. We zijn terug thuis. Jee. Ben je daar blij om? Was... Nee, toch? Nee, maar de rit is gelukt. Daar ben ik wel blij om. Het was wel chauffeur Jeno heeft weer iedereen veilig thuisgebracht, zou ik zo zeggen. Maar het was wel niet zo'n gemakkelijke rit. Onze heenrit ging net ietsje vlotter dan onze terugrit. We hebben er denk ik 6:30 over gereden. Normaal zien 4:30. Maar we zijn zelf ook nog gewoon 2 keer ook uit, nog een keer gestopt. Ik vind dat we iets moeten proberen, nu dat we thuis zijn. De zeepjes. Nog voor we gaan slapen. De zeepjes. We hebben dus Disney zeepjes gekocht. Heel exclusief te verkrijgen in Disneyland Parijs momenteel voor de 30ste verjaardag. Iets wat je ook kan kopen permanent in Tokyo Disneyland. Hebben we toen niet gedaan, dommerikken dan we zijn. Oh, daar had je spijt van. Daar had ik uiteraard spijt van. En dan later las ik dat ze dus ook naar Parijs kwamen. En dan dacht ik van, ja, dan moeten we. Toen waren ze er niet, toen die dag dat we er waren. Ze waren allemaal uitverkocht. En een dag nadien is voor ons een volger van ons dat gaan oppikken in het park. En ik ben ze dan weer op mijn beurt gaan oppikken in de village. En nu zijn ze bij ons. Yes. Eentje ga ik in de verpakking laten. Dat is voor mij zo mijn eigen collector's item. Die mag jij hebben. Ik wou die aan onze lavabo zetten. Dat staat een mooie aan onze lavabo. Eentje hier en eentje daar. Nee, die ga ik echt... Collector's item, die hou ik bij mij. Goed. In de verpakking. Jij mag ze als eerste testen. Ja? Yes. Allee Jan. Dit hangt er hier zo aan. Is dat de bedoeling? Dat moet, ja. Nee, eraf of niet? Nee, dat moet. Nee. Ah, dat is zo. Zo groot wordt het, denk ik. Oké. Okay. Nou. Het is er nog niet helemaal uit. Het komt. Nou, dat is nog geen echte Mickey, denk ik dan. Hè? Nou, de eerste keer is altijd een beetje moeilijk. Daar gaan we nog een keer. Ja hoor, de oortjes en Mickey. Mooi. Kan je handen wassen. Ja, het ruikt nog lekker ook. Nou, ja, lekker, heel lekker. Ik moet wel zeggen, ik had het eigenlijk wel mooier verwacht. Ja, dat is omdat je het zelf moet doen misschien. Bij een Tokyo Disney Sea moet je hand eronder houden en echt zo'n mooi Mickey'tje op je. Pak zo, oh, is wel gek. Straks is het al op. Nog één keertje. Jawel, okay. Toch? Een beetje, ja. Oké. Ik vind voor 15 euro is het dan toch. Het is die 15 euro al. Oké, gelukkig. Ja, kijk. De andere ruiken ook wel heel lekker. Ja, naar pompoenmoes of zo. Bedankt om te kijken naar deze video. Doe de duimpjes omhoog. En vergeet je handen niet te wassen. En heel graag tot morgen. Ciao!